De wereld verandert in hoog tempo. De ontwikkelingen op de digitale snelweg gaan nog harder. Breedband is dé weg naar de toekomst. Wij moeten hier allemaal vrij gebruik van kunnen maken met een onbeperkte hoeveelheid bagage. Stelt u zich voor dat het gewone wegennet beperkt zou zijn in gebruiksmogelijkheden, omdat er een eigenaar van het wegennet is die bepaalt of u wel of niet met eieren, aardappelen of met uw kinderen erover mag rijden. En daarom heeft de Europese Commissie ook doelstellingen geformuleerd. En gezegd in 2020 moet iedere Europese burger moet gebruik kunnen maken van dit soort toepassingen. Dus een digitaal wegennet voor Europa. Breedband is een must. De economie, ons onderwijs, de zorg en wij als consumenten vragen daarom. Breedband is voor ons heel erg belangrijk waar het gaat om de scholing van mensen in alle uithoeken en in alle gebieden van deze regio. Ongelooflijk belangrijk. We kunnen breedband niet missen. Als het gaat om de gezondheidszorg is het te cruciaal en kunnen er doden ook gaan vallen als je niet bij tijds de juiste informatie krijgt. Het is onze ambitie om iedereen in Rivierenland aan te sluiten. Dus ook de adressen in de buitengebieden. Want wie niet meegaat, blijft achter. Als die optie voor ultrabreedbandnetwerk niet beschikbaar komt, dan zullen wij onze opties moeten overwegen wat we moeten gaan doen op het moment dat we dus wel de diensten die we daarvoor nodig hebben, waar dat breedbandnetwerk voor beschikbaar moet zijn, niet kunnen krijgen binnen het kasteel. Hoe staan wij ervoor? En wat komt er op ons af? Waarom is breedband een absolute randvoorwaarde voor het stimuleren van de regionale economie, voor het borgen van de kwaliteit van onze zorg en van ons onderwijs? Deze en veel meer vragen worden nu beantwoord. Ja, vroeger was het natuurlijk zo dat je, ja, ik heb internet en dan liet je zien dat je modem had en dan ging je verbinding maken en dan hoorde je dat piepende geluid en dan ging je even koffie drinken en vervolgens werd er een verbinding opgezet. Dat is niet meer zo. Dat accepteren we ook niet meer. Zelfs 3-4 seconden vinden we al heel erg lang. Dus tegenover vroeger staat nu waarbij wij alles onmiddellijk willen hebben in een hele hoge kwaliteit. Breedband moet je eigenlijk zien als de infrastructuur van de toekomst, de digitale infrastructuur. Vergelijk maar met onze zandwegen van eind vorige eeuw en de snelwegen van nu. En we verwachten ongelooflijk veel kwaliteit. En dat kan niet meer over het zandpad, dat moet dus over breedbandverbindingen. En daarom heeft de Europese Commissie ook doelstellingen geformuleerd en gezegd in 2020 moet iedere Europese burger moet gebruik kunnen maken van dit soort toepassingen. Dus een digitaal wegennet voor Europa. Eigenlijk betekent breedband voor iedere regio een noodzaak. Er wordt verwacht door de Europese Commissie en door onze eigen kabinet dat investeringen worden gedaan door grote bedrijven. Maar bedrijven kijken natuurlijk naar hoeveel rendement levert mijn investering op. En het verbinden van grote steden of het verbinden van woonwijken of het verbinden van dichtbevolkte gebieden is geen enkel probleem. Maar dan zie je dat in wat meer uitgestrekte gebieden daar wat meer discussie over ontstaat. Wie gaat nou precies betalen? Wanneer wordt het rendabel? En dan wordt het belangrijk dat een regionale overheid gaat kijken en goh, hoe kunnen wij er nou voor zorgen dat we dat wegennet, wat we allemaal nodig hebben over een tijdje, ook kunnen realiseren in onze eigen regio. Het kabinet heeft nu geformuleerd dat in 2017 iedere burger digitaal zaken moet kunnen doen met de overheid. Tenzij burgers ervoor kiezen om dat niet te willen. Maar iedere burger moet de mogelijkheid hebben. Dus dat betekent ook dat er de drive is om de ingezette lijn door te zetten. Dus er is een ongelooflijke verandering aan de gang. En die verandering die is gedreven door technologie en die drijft dus ook vervolgens op verbindingen. En je ziet dat bedrijven ook steeds meer gebruik gaan maken van technologie om hun werk te veranderen. Thuiswerken, dat kan doordat we nu ook internet kunnen inzetten, of in ieder geval netwerkverbindingen kunnen inzetten. Je krijgt nieuwe typen van dienstverlening. Je ziet dat er plotseling nieuwe bedrijfstakken ontstaan. Sowieso als je kijkt naar de topspelers in de wereld, zijn het bijna allemaal bedrijven die heel jong zijn. Dat geeft aan dat de impact van in ieder geval informatietechnologie heel groot is. Wat kan, gaan we ook proberen. We horen verhalen over die Internet of Things. Dus alles krijgt een internetverbinding.
Mijn ijskast weet dat die bijna leeg is en doet de bestelling zelf al bij Albert Heijn. Mijn wasmachine weet hoe die mijn overhemd moet wassen. Want dat geeft dat overhemd zelf aan via internet aan die wasmachine. Is het onzin of wordt het een hele nieuwe tak van sport? Mijn band met deze regio is wel een leuk. Ik ben hier eigenlijk opgegroeid. Toen was mijn vader burgemeester in dit gebied van de gemeenten Appeltern en Batenburg. Ik vind het ook een mooi beeld, want we hebben natuurlijk nu een gesprek over breedband en randvoorwaarden voor een regio. En als je naar deze regio kijkt, dan zie je hier heel veel water. En dat was er niet voor mijn vader hier kwam. Die heeft toen toch met een aantal knappe koppen het idee bedacht om een recreatiegebied hiervan te maken. Dus creëer de randvoorwaarden en zorg ervoor dat er nieuwe bedrijfstakken, nieuwe industrie, nieuwe bronnen van inkomsten op dit gebied afkomen. En dat is gebeurd. En het is natuurlijk prachtig om dat in relatie te brengen met de ambities van deze regio, met het creëren van randvoorwaarden voor bedrijven, et cetera. Ik ben lid van het dagelijks bestuur van de regio Rivierenland en hou me onder andere bezig met de uitrol van een 100% dekkend breedbandnetwerk in de regio. Het sociaal-economisch profiel van de regio Rivierenland kenmerkt zich door achterstand op het gebied van onderwijs, wat meer lager opgeleide, een achterstand op het gebied van het kunnen krijgen van banen. En dat profiel moeten wij veranderen. En daarbij kan een breedbandnetwerk, zeker als je kijkt naar de nieuwe mogelijkheden van onderwijs, het in contact brengen van werkgevers en werknemers, een hele belangrijke rol spelen. Als we dat willen veranderen, zullen we ook in overleg moeten met de marktpartijen. We zullen met elkaar moeten kijken hoe we die situatie kunnen veranderen en hoe we kunnen zorgen dat onze netwerken, onze infrastructuur ook daadwerkelijk van ons allemaal wordt. De politiek-bestuurlijke uitdaging voor breedband in Rivierenland is dat we te maken hebben met een beperkte infrastructuur die niet open is en waarin wij de maatschappelijke uitdagingen waar ook Rivierenland mee geconfronteerd wordt, daar niet op kunnen laten plaatsvinden. Je moet zich voorstellen dat datacommunicatie, het transport van informatie in onze maatschappij steeds belangrijker wordt. Daar hebben we een goed onderhouden, kwalitatief netwerk voor nodig, een infrastructuur. En die infrastructuur moet open zijn. Daar moet alles op kunnen plaatsvinden wat wij vanuit onze rol als overheid belangrijk vinden, moeten we daarop kunnen laten plaatsvinden. Als dat niet het geval is, en dat is op dit moment niet het geval, het netwerk is in handen van marktpartijen, is kwalitatief verouderd en is niet in staat om die verandering van de maatschappij te faciliteren. Stelt u zich voor dat het gewone wegennet beperkt zou zijn in gebruiksmogelijkheden, omdat er een eigenaar van het wegennet is die bepaalt of u wel of niet met eieren, aardappelen of met uw kinderen erover mag rijden. Dat zou u niet accepteren, maar dat is precies aan de hand bij de infrastructuur voor datacommunicatie, de kabelnetwerken die nu in handen zijn van de marktpartijen. Wij als overheid, en dat is onze uitdaging, moeten ervoor zorgen dat die infrastructuur open wordt en dat die infrastructuur ook gebruikt kan worden voor taken die nu gewoon niet op dat netwerk een plaats kunnen vinden. Een belangrijk onderdeel ook van de bestuurlijke uitdaging is dat wij benaderd worden door het bedrijfsleven uit Rivierenland en de inwoners van onze gemeente. De vraag is, waarom zijn wij nog steeds niet aangesloten op de digitale snelweg? En het is erg moeilijk uit te leggen dat afhankelijk is van verdienmodellen van marktpartijen. Wij vinden, mede gelet op die vragen vanuit het bedrijfsleven en vanuit de inwoners van onze gemeente, dat het een openbare taak is, een overheidstaak om te zorgen voor goede infrastructuur. Wij staan als regio Rivierenland er niet alleen voor als we dit soort netwerken willen gaan uitrollen. We hebben goed contact met de provincie Gelderland. De provincie Gelderland steunt ons ook vanuit het regiocontract met geld. We luisteren naar de ontwikkelingen in andere regio's in de provincie. En we proberen ook op Europees niveau te komen tot een verandering van de beperkende maatregelen. Dus het is niet alleen regio Rivierenland die hiermee bezig is. Het is ook de provincie en het is ook de nationale overheid en het is ook Europa. De vraag die dan natuurlijk speelt is, hoe ga je dat nou allemaal aanpakken? We gaan een openbaar glasvezelnetwerk aanleggen.
achter elke voordeur bij elk bedrijf in Rivierenland. En we gaan dat aanmerken als een openbare voorziening. De aanleg en het onderhoud van zo'n glasvezelnetwerk kost natuurlijk geld. En dat geld kunnen we vinden door een kostendekkende bijdrage te vragen aan de gebruikers van het netwerk. De mogelijkheden van breedband voor het onderwijs zijn enorm groot. Onderwijs kent nu nog beperkingen in tijd. Je moet naar een gebouw toe, het moet op een bepaalde tijd. Als we breedband kunnen inzetten voor onderwijs, betekent dat dat je dat kunt gaan volgen op het moment dat het je uitkomt en waar. Breedband is voor ons heel erg belangrijk waar het gaat om de scholing van mensen in alle uithoeken en in alle gebieden van deze regio. Ongelooflijk belangrijk. We kunnen breedband niet missen. Onderwijsprogramma's zijn zo'n complex. Die vragen zoveel bandbreedte dat het wel moet. Het is geen optie om het niet te doen. Ja, wij zijn een ROC van en voor de regio, zo zeggen we dat ook. Dus wij leiden ook echt op voor beroepen en voor sectoren die er in de regio toe doen. Er gaat zoveel aan onderwijsmateriaal straks over de band, als ik het zo eens mag zeggen. Er moet zoveel online gebeuren. Er moet zoveel gecommuniceerd worden en zo breedvoerig gecommuniceerd worden. Tussen de thuissituatie, tussen werkvelden, tussen bedrijven, tussen instellingen en de onderwijsinstelling. Ja, dat voor ons breedband ontzettend belangrijk is. Maar voor ons is het ook zo ongelooflijk belangrijk om de kleine kernen en de buitengebieden van een goede breedbandvoorziening te voorzien. Omdat het contact, het onderwijscontact, het onderwijsproces ook met de mensen in de buitengebieden heel erg geoptimaliseerd moet worden. En waarom zeg ik dat nou zo? Ik zeg dat omdat we met z'n allen weten dat deze regio een relatief laag scholingsniveau heeft. En dat heeft waarschijnlijk te maken met cultuur en met historie en dat is allemaal niet zo interessant. Maar interessant is wel wat wij daar in de komende jaren aan kunnen doen. En dat scholingsniveau moet omhoog, want dat scholingsniveau van mensen is heel erg belangrijk voor het vestigingsklimaat van bedrijven en van instellingen. Die zoeken een heel gemêleerd vestigingsklimaat, een heel gemêleerd arbeidspotentieel. En omdat dat scholingsniveau omhoog moet, kan het niet anders zijn dan dat we alle technische middelen die daarvoor kunnen dienen uit de kast moeten halen. Als er een regio is waar breedband van belang is, dan is het Rivierenland. Maar er is nog een reden. Als je kijkt naar het onderwijsproces in het beroepsonderwijs, dan zie je dat zich zoiets ontwikkelt als wat wij noemen omgekeerd leren. En omgekeerd leren wil zeggen dat beelden en lesmateriaal uit de praktijk gehaald worden. En dat betekent, als we dat echt goed willen uitwisselen met elkaar, dat het niet anders kan dan langs hele complexe, breedbandige structuren. Ja, en dan onze studenten. Dat zijn natuurlijk onze jonge mensen. Veelal onze jonge mensen, ook ouderen. Maar zeker onze jonge mensen die leven in deze nieuwe technologie. Nou, in de les zijn we bezig met een website maken met codes op HTML. En dat moet over jezelf gaan en van school. In principe werk je altijd wel met internet, want je hebt wel plaatjes nodig, beelden. En ja, je kunt niet meer zonder internet tegenwoordig. Waar wij mee bezig zijn binnen ROC Rivor, dat is om het HBO, dat Rivierenland niet kent, dat er, om het HBO veel meer de regio in te halen. En wat wij willen, dat zijn lesprogramma's, lesmodulen die op het HBO gebruikt worden, die willen we onze lespraktijk inhalen. Maar die willen we ook delen met werkvelden, bijvoorbeeld met ziekenhuizen of met bedrijven, ondernemers. Die willen wij delen met onze studenten. En ik stel me voor dat bij Rivierenland zoiets kan gaan ontstaan als wat de Open Universiteit al doet vanuit Limburg. Namelijk de hele wereld bedienen met haar programma's. En dat is weer zo belangrijk voor het vestigingsklimaat van bedrijven. Want bedrijven hebben HBO's nodig, hebben MBO's nodig en hebben MBO's nodig op verschillende niveaus. En dat kunnen we dus straks op een hele goede, natuurlijke manier aanbieden. Breedband is belangrijk voor de zorg. We veranderen in Nederland van alles aan de zorg. De manier waarop we met zorg om willen gaan, de manier waarop we zorg willen inrichten. Stelt u zich voor dat wij zorg kunnen aanbieden op afstand. Dat we kunnen
praten en kunnen kijken naar mensen die zorg ontvangen en dat we op die manier de kosten van de zorg veel beter onder controle kunnen houden. En dat we de kwaliteit omhoog kunnen brengen, omdat op ieder moment van de dag, wanneer er behoefte is, ook contact gevonden kan worden. SCMR ondersteunt de inwoners in de regio Rivierenland, dat zijn ongeveer 250.000, op het terrein van zorg, welzijn en services. Dat doen we voor kinderen, voor jeugdigen, voor volwassenen en ouderen. De regio Rivierenland die kenmerkt zich door een uitgestrekt gebied. En dat betekent ook dat onze mensen, dat zijn ongeveer 1500 medewerkers, dagelijks de hele regio rondrijden om de ondersteuning te leveren. Nou, breedband speelt een hele belangrijke rol in het leveren van zorg. Nu, maar vooral ook naar de toekomst toe. Als je nou kijkt naar een belangrijke ontwikkeling, dat is dat mensen zelfstandig thuis moeten gaan wonen. En wil je dat realiseren, dan betekent dat dat zorg, welzijn en services om de klanten heen georganiseerd moet worden. En wij doen dat ook vanuit onze visie een leven lang thuis. Maar wil je dat ook doen, dan betekent dat ook dat de infrastructuur goed georganiseerd moet zijn. Want je moet dat ook kostenefficiënt kunnen organiseren. Met de uitgestrektheid van ons gebied is het onmogelijk voor onze mensen om op alle momenten, 24 uur per dag, 7 dagen in de week, binnen een kwartier bij alle burgers te zijn. Technologie speelt een hele belangrijke rol daarin. Een van de voorbeelden is de professionele alarmopvolging. Mensen wonen thuis, er gebeurt wat, druk op de knop en komen in verbinding met onze verpleegkundigen aan de zorgcentrale. Een tweede vorm is dat we met beeldzorg aan het experimenteren zijn. En wat we daar doen is dat op het moment dat een klant thuis zich niet veilig voelt of een vraag heeft, in directe verbinding staat 24 uur per dag met de verpleegkundige. Nou, een ander leuk voorbeeld is de medicijndispenser. Wij noemen dat de Medido. Dat is een medicijndispenser die bij cliënten thuis staat en die automatisch de medicijnen op recept uitgeeft voor de cliënt zelf. Ja, hij gaat 4 keer per dag dan af om 8 uur, 12 uur. 6 uur en 10 uur. En als ik ze vergeet, of ja, tot ik ergens naartoe ben, tot ik ze vergeet mee te nemen is, en na een uur, dan word ik gebeld of er wat is. Zo niet, dan zeg ik ja, sorry, maar ik heb ze vergeten mee te nemen. Dan zetten hun hem even iets later, tot ik ze later inneem. En dat is ook goed. Krijgen ze hem niet meer op afstand gemaakt. Dan komen ze langs en dan kijken ze wat er aan de hand is. En dan zetten ze weer een nieuwe er neer. Ja, ik heb meer vrijheid. Je hoeft niet thuis te blijven. Tot iemand aan de deur komt tot ze je medicijnen moet klaarzetten. En wat vaak onderschat wordt, is dat als mensen, verpleegkundigen of verzorgenden of artsen, bij cliënten thuiskomen, structureel een aantal keren per dag, dan is dat een enorme inbreuk op hun privacy. Maar we staan eigenlijk maar aan het begin. En als je het op de kepen beschouwt, zie je dat de inzet van technologie in de gezondheidszorg wel aan de orde is, maar veel verder kan dan nu het geval is. En daar is één belangrijke voorwaarde essentieel, en dat is dat er een goede infrastructuur ligt om die technologie ook mogelijk te maken. Als het gaat om de gezondheidszorg is het te cruciaal en kunnen er doden ook gaan vallen als je niet bij tijd de juiste informatie krijgt. Vandaar dat het ook heel erg belangrijk is om een betrouwbare infrastructuur te hebben. Want als je het hebt over zorg en gezondheid, dan zijn dat onderwerpen die ook levensbedreigend kunnen zijn. Betekent dat dan dat is er sprake van een robotisering in de zorg? Nou, ik denk dat dat voor een deel blijft het gewoon mensenwerk, voor een groot deel denk ik. Maar voor een deel zijn we wel in staat om technologie een belangrijke rol te laten vervullen. De cliënt heeft er wat aan, maar ook de medewerker. Want onderschat ook niet dat die medewerker op dit moment onder hoge druk staat om al die cliënten op tijd de juiste ondersteuning te bieden.
Ik hoop en verwacht dat de burger meer de regierol krijgt. Ook de regierol krijgt over de financiering. Ik verwacht ook dat die burger kritischer zal zijn en ook eisen stelt aan de snelheid waarmee organisaties inspelen op hun vraag. Dat kun je door de inzet van technologie heel goed realiseren. We moeten wel kostenefficiënter werken, want we zullen het met minder budget moeten gaan doen. Als we kijken naar de situatie vanaf 1 januari 2015, de transities zijn dan afgerond, verantwoordelijkheden liggen bij de gemeente rondom een deel van de zorg. Maar ook als ik kijk naar de overheid en de zorgverzekeraars, die hebben 10 tot 20% minder budget beschikbaar. En dat begint vanaf 2015. Nou, dat betekent dat we met minder budget toch meer klanten moeten gaan helpen. En op het moment dat wij geen adequate vervanging hebben voor de wijze waarop we dat nu hebben georganiseerd, en wat mij betreft is die adequate vervanging onder andere de inzet van technologie, gaan we die doelstelling nooit realiseren. Brabant is belangrijk voor ondernemers omdat het ze een verbinding geeft met de rest van de wereld. En je ziet uit de voorbeelden om ons heen dat bedrijven eigenlijk loskomen van de plek waar ze zitten. En bedrijven die zien in één keer de markt veranderen tot in de hele wereld. En als je van daaruit gaat redeneren, dan moet je wel bij die wereld kunnen komen. En als dat via dat draadje met dat modem gaat, wordt dat een lastig verhaal. Als dat een hele directe, strakke verbinding is, dan gaat het werken. Dus allerlei redenen om te zeggen, als je het niet hebt, dan wordt het voor bedrijven steeds minder interessant om je in die regio te vestigen. Nou, we bevinden ons op dit moment in Kasteel Nederhemert. Kasteel Nederhemert is een prachtige locatie in het buitengebied van de gemeente Zaltbommel. Calvi Business Software bouwt software voor telecommunicatieoplossingen. Voor zowel grootzakelijke klanten als voor telecomoperators. En dat doen we in Nederland. In Nederland zijn we de marktleider op het gebied van de software die we bouwen. En we zijn op dit moment bezig om ons ook internationaal te projecteren op de markt. Onze doelstelling is om binnen 5 jaar ook op Europees gebied de marktleider te worden van de software die we bouwen. We bouwen zelf onze software, maar we doen dat samen in werking met een team van mensen die in India zitten en die samen met ons die software maken. Nou, daar staan we op dagelijkse basis via videoverbindingen, maken we daar contact mee. En dat is heel belangrijk dat we dat soort contacten ook via een goede en open manier kunnen communiceren. Nou, wij bouwen software. Wij leveren die software als diensten aan onze klanten. Dat zijn allemaal zaken die spelen zich in de cloud af, hè, op het internet, binnen de digitale snelweg. Dat is onze belangrijkste voedingsader voor het bedrijf. Zonder het internet zouden wij op dit moment geen business hebben. En dan zie je dat een locatie als Kasteel Nederhemert een aantal hele grote beperkingen met zich meebrengt. En naast dat het een hele fantastisch mooie locatie is, is het als voorziening, de aansluiting op het internet is op dit moment voor ons echt een bottleneck. We kunnen op dit moment alleen maar gebruik maken van koperbedrading die hier bij de aanleg van het kasteel is aangelegd. En ja, koperbedrading heeft nu eenmaal zijn fysieke beperkingen. We zijn begonnen met, toen we in het kasteel onze intrek namen, om te onderzoeken wat de mogelijkheden waren om zelf glasvezel te laten aanleggen op het kasteel. Technisch gezien is dat niet zo'n heel groot probleem. Er is hier aan de overkant van de Maas in Nederhemert Noord is er een aansluitingspunt van een openbaar glasvezelpunt waar je dus gebruik van zou kunnen maken. Alleen dan moet je met de kabel onder de rivier door en moet er vervolgens op het eiland een behoorlijk grote afstand worden afgelegd waar gegraven moet worden. Nou, dat is een heel kostbaar traject. Dat is een dusdanig kostbaar traject dat wij dat als individueel bedrijf niet kunnen dragen.
Als die optie voor ultrabreedband netwerk niet beschikbaar komt, dan zullen wij onze opties moeten overwegen wat we moeten gaan doen op het moment dat we dus wel de diensten die we daarvoor nodig hebben, waar dat breedbandig netwerk voor beschikbaar moet zijn, niet kunnen krijgen binnen het kasteel. En dan zullen we dus daardoor gedwongen worden om een deel of misschien zelfs wel het hele bedrijf op een andere locatie onder te brengen. Wat doen we nu eigenlijk in de regio Rivierenland om dat breedband voor elkaar te krijgen? Eigenlijk twee dingen. We zijn ten eerste aan het onderzoeken hoe we de juridische belemmeringen kunnen slechten. Dus we kijken juridisch hoe wij zo'n openbaar netwerk voor elkaar kunnen krijgen. En ten tweede inventariseren we in de hele regio waar nu eigenlijk de gaten in de dekking van het huidige netwerk zitten. En dat bij elkaar opgeteld moet leiden tot een plan. Welke manier we juridisch, maar ook praktisch in de straten van deze regio de glasvezels kunnen aanleggen. Wij doen dit om een ultrasnel modern glasvezelnetwerk te krijgen in elke woning en elk bedrijf in deze regio. Iedereen moet worden aangesloten. Breedband in heel Rivierenland. De noodzaak is duidelijk en het draagvlak om door te gaan met ons onderzoek naar de mogelijkheden is groot. Wij gaan verder en starten een vervolgtraject om vast te stellen welke infrastructuur het beste past bij de ambities van regio Rivierenland. Ook bepalen we welk investeringsmodel het meest geschikt is en op welke wijze breedband kan worden aangelegd, beheerd en onderhouden. Ten slotte onderzoeken we welke partijen kunnen en willen bijdragen aan de financiering ervan. Dit allemaal om te komen tot het uiteindelijke doel: breedband achter elke voordeur in heel Rivierenland.